Talk some motherfucking Charlie. Talk some motherfucking Charlie. It was popping with the population. Cooper smell like money, so let's make some. Cooper almost fucked my slogan up, but we still gonna make some. Shout out to my boy Cooper. That's my boy. Thank you om hier te zijn, Cooper. Zonder u was deze niet mogelijk. Voor de mensen die dat niet weten, Cooper is de in-house producer of Riverside Studio. Boek hem. Check zijn Spotify ook trouwens. De remix is weer. Nee, shout out naar Cooper. Well, talk to motherfucking Charlie. Ik heb hier een speciale guest. Voor jullie is hij wel speciaal, voor mij is hij helemaal niet speciaal. Ik ken deze broeder. 6 jaar geleden heb ik hem ontmoet. Hij was langsgekomen bij mij thuis, waar Young B opnam en zo. Jullie kennen hem. Ik heb zijn periode van zijn shine niet meegemaakt. Ik heb hem op een latere fase leren kennen. Humble dude. En ik ben vooral blij dat hij hier is kunnen komen. Voor de mensen die niet weten wie hier voor mij is, ik heb de broeder Ian Thomas. In the building. In the motherfucking building. We talk to motherfucker Charlie. Who else? Abonneer u. Subscribe op mijn motherfucking channel. Ik mag niet cursen. Subscribe op mijn kanaal. Nee, maar dank u om tot hier te komen. Heel graag gedaan. Dank u. Kijk uit naar het gesprek. Stel je een klein beetje voor. Mijn naam is Ian Thomas. Geboren in Antwerpen, 1997. Dat wist ik trouwens niet. Ik heb het al gezien. Ondertussen al 24 jaar oud. Dus dat begint te tellen. Time flies. Al van mijn 13 bezig met muziek. Al een heel traject mogen afleggen. Van mijn 14 echt zo serieus getekend geweest bij Universal Music. Heel mooi avontuur ook mogen meemaken in Amerika. Daar 4 jaar gewoond uiteindelijk. Ook zelfs naar school geweest. High school. En dan nu de laatste 3 jaar terug hier in België. Gewoon doing my thing. Iets meer op mijn eigen nu. Niet meer met de big labels. En ja, gewoon nog altijd bezig met muziek. Hier en daar nog te zien op de televisie. We blijven gewoon bezig. En vooral gewoon building op mezelf. En werken aan een goede toekomst. But back in Belgium. Back in Belgium. Yes. Dus dan zien we toch back in... Ik hoop dat een beetje een goede, korte samenvatting was. Natuurlijk. Maar je zegt zelf back in Belgium. Zo, we gaan ook terug naar de old times. Oké, jij bent geboren in Antwerpen. Waar in Antwerpen trouwens? Borgerhout. Borgerhout, oké. Okay. Yes. Okay. Kersbeekstraat. Kersbeekstraat, oké. Okay. Thuis geboren trouwens. Thuis geboren ook. Niet in het ziekenhuis. Okay. Vind ik altijd cool. Oké. Okay. Broer, zussen? Ik ben het enige kind van mijn mama en mijn papa. Maar mijn papa heeft nog wel mijn andere vrouw 2 kindjes. Dus ik heb een halfzus en een halfbroertje langs mijn papa's kant. En dan mijn mama ook. In haar tweede huwelijk ook een kindje. Dus ook nog een halfzusje daar. Maar ik bekijk die wel gewoon als mijn broers en zussen. Dus als ik het goed bekijk, je bent eigenlijk eerst alleen opgegroeid. Yes, tot mijn 10 jaar. Tot die 10 jaar. Hoe was het? Alleen, alleen zijn. Goed, ik heb eigenlijk heel fijne herinneringen naar mijn jeugd. Ja. Zorgeloos, denk ik wel echt. Gewoon heel fijne... Ik kijk daar heel leuk naar terug. Zwaar gefascineerd met ridders en zo. En spelen in de bossen. En echt gewoon zorgeloze tijden. In Borgerhout? In de bossen? Nee, maar... Ik ging vaak bij mijn oma. Schrappig, want dat zijn zo dingen dat ik zo... Meestal als het zo'n interview is, dan gaat het zo helemaal niet over dat soort zaken. Weet je wat ik bedoel? Nee, ik ging heel vaak bij mijn oma toen ik klein was. En die woonde in Beveren. Die heeft mij ook echt wel deels opgevoed. En die had een fantastisch mooie boerderij. Met, echt voor kinderen, hun imagination was dat fantastisch. Met schommels en touwen in de bomen en dieren in avontuur. De wei. Dus echt zo, ja, fijne herinneringen aan. Okay. Dus jij ging vaak naar je oma. Jij zegt zelf, tot je 10 jaar heb je met je ouders gewoond. En dan zijn je ouders uit elkaar gegaan. Al vroeger. Mijn ouders zijn uit elkaar gegaan toen ik 3 was of zo. Maar nooit last van gehad of zo. Mijn ouders komen heel goed overeen. Zijn ook als vrienden uit elkaar gegaan. En dat is nooit zo... Ik heb nooit die spanning gevoeld of zo. En ik heb ook eigenlijk nooit oprecht, buiten misschien zo'n heel vage beelden... Ik heb eigenlijk geen beeld van dat mijn mama en mijn papa samen zijn. Oké. Dus je hebt dat ook nooit kunnen... Eigenlijk voelen. Ja, nee, echt niet. Want ja, sommige kinderen natuurlijk die zo groeien in een gebroken gezin, hebben het meestal moeilijk. Ja, mama en papa zijn niet samen.
dan wordt er... Ik had ook altijd de keuze zelf. Dus het is niet dat er zo'n regelgeving was of zo. Het was echt gewoon... Als ik bij papa wou zijn, kon ik naar papa gaan. Als ik bij mama wou zijn, was ik bij mama. En papa kwam ook gewoon over de vloer vaak. Ik moet zeggen, wel vaak bij mijn mama geweest. Maar nee, echt geen letsels of zo. Of emotionele schade daardoor of zo. Ik denk dat dat alleen maar goed is. Snap dat als twee mensen... Als het op is het op, snap je? En dan is het beter om verder te gaan en andere dingen op te zoeken dan iets te proberen laten werken dat eigenlijk gewoon niet meer bestaat. Ja, voilà. Klopt. Ik heb ook gezien dat jij zei dat je gepest werd. Ja, lang. Ik was niet per se de populaire, maar ik was eigenlijk altijd iemand dat gewoon zo met iedereen overeenkwam. Tot ik inderdaad. Met mijn eerste song Baby uitkwam. Dat was een Justin Bieber cover. Toen was ik 13. En dat was direct backed by a major label. Dat was Universal Music, die het idee hadden van... Ja, we hebben hier in Vlaanderen geen kinderidool voor meisjes op dat moment. En die zagen Justin Bieber is zwaar aan het blowen wereldwijd. Dus ja, op zoek naar iemand die rol hier in Vlaanderen kon vervullen... En toen via audities ben ik bij Universal Music terechtgekomen. En dan eigenlijk, na die release, ben ik zo inderdaad wel wat gepest geweest. Werd ik eigenlijk opeens zo het buitenbeentje van de klas. En ook heel hard zo, alleen moet ik het zeggen, polarisatie. Zo. Maar wat werd er dan echt zo exact gezegd? Kleine dingen die onschuldig zullen lijken, maar dat je uiteindelijk wel raken. Zeker als je zo je karakter nog moet vormen of zo. Of niet 100% zeker zijn van wie dat jij bent of wie dat jij wilt zijn. Al die dingen, als je jong bent, komen veel invloeden op je af. Dus dat was moeilijk om te zoeken. En dan gewoon onschuldiging, maar bijvoorbeeld ook kinderachtig. Allee, nu achteraf kan je daar echt mee lachen, snap je? Maar bijvoorbeeld, mijn fiets. Ik kom buiten, tweede middelbaar. Mijn fiets is weg. Ik kom naar huis. Ik zeg, waar de fuck is mijn fiets? Welke school was dit? Dit was Sint-Humaris College in Lier. En dan... vond ik na een half uur zoeken mijn fiets ergens buiten de speelplaats aan een boom met een slot dat niet van mij was. Dus ik kreeg dat ook niet los, snapte. Zo van die kleine, domme streken. En dat, ja, dat continued, snapte. Ook gewoon de leerkrachten dat zo grapjes maakten of zo. Of kleine dissen gewoon. Ik ben een keer echt vastgebonden. Dat was wel op een 100 dagen. Allee, zo 100 dagen, dat is zo het zesde jaar dat zo viert. Van, het zijn de laatste 100 dagen op het middelbaar. Ben ik echt één keer zwaar geviseerd geweest. Ik kwam op school toen. Toen zat ik net in het derde middelbaar. En toen hongen er overal posters. Met mijn hoofd. Met Wanted. En gewoon, ik ben zwaar toen gepakt eigenlijk door zo'n groep zesdejaars. Die hebben mij aan een paal... net voor de school met zo tape. Helemaal en ik was ook zo van, ik was oprecht, dat klinkt zo stom nu, vind ik zelf. Ik was echt bang om naar school te gaan. Omdat ik gewoon wist van, oh joh, mensen gaan belachelijk doen. Dat was al niet zo'n fijn jaar in het algemeen. En ik had echt zoiets van, fuck, ik wil niet naar school gaan. Maar ik kan dat ook niet uit de weg gaan. Want dan wordt dat nog erger, snapte. Want ik had al horen vallen van, ja, ze gaan nu echt pakken, snapte. Dus ik kom aan op school, ik had mijn bril niet meegenomen. Dat ik gewoon dacht, ja, ik wil gewoon jogging gaan. Ik was echt basic. Ik zeg, oké, let's go. En dan gewoon vastgebonden. En dan echt zo, ja, typisch kinderlijke dingen. Allemaal in een kringetje rond mij. Allemaal eieren op mij gooien. Bloem. Deo in mijn gezicht spuiten. Tandpasta op mijn kop smeren. En ik stond daar echt gewoon zo. En mensen echt allemaal zo aan het filmen in een kringetje zo... Ah, we gaan dat sturen naar de joepie, we gaan dat sturen naar de dag allemaal. En echt zo gewoon alleen, snapte. Ik had zo één vriend dat dan zo half zo 2 meter zo van mij stond en zo aan het kijken was. Van, wow. En dan uiteindelijk is er een leerkracht gekomen en dan heeft die gezegd, allemaal get the fuck, snapte. En die heeft me dan eruit gehaald. En de grap is dan ook dat ik mocht van mijn leerkracht de klas niet in, omdat ik zo vuil was. Dus ik zeg... ja, mag ik dan naar huis om mij proper te maken? En dan kom ik terug, snapte. Ik ga weg. Ik kom terug. Ik zeg nu maar iets, een week later krijg ik zo'n nota van... ja, jij hebt gespijbeld. Jij moet nablijven. Ik zeg maar...
is gewoon zo van die fucked up shit, snapte. Maar nu maar van waar uiteindelijk... Van waar kwam dat, denk je? Gewoon omdat dat... De... Of mensen vonden dat nice toen in de tijd. Het was echt zo, of jij bent zwaar voor, of jij bent zwaar tegen. Zo voelde dat uit. Er zullen ook wel mensen zijn die gewoon... Dat boeide nu niet, hè. Maar voor mij voelde dat toen gewoon echt zo van... Of je waart echt zo van, ah ja, dat is nice, cool. Goed dat je dat alleen kunt doen, mocht doen. Of je waart echt zo van, oh nee, fuck him. Hij krijgt dat allemaal. Allee, zo mixed dingen. Ik denk voor iedereen was dat, allee, waarom mensen mij niet moesten, dat is voor iedereen dat zijn eigen reden. Dat klonk meer als haat voor mij. Ja, allemaal, maar weet je, uiteindelijk, want ik ben ook wel zo opgevoed, dat ik heb heel positieve mindset. En ik meen dat oprecht, dat dat mij uiteindelijk gewoon allemaal veel sterker heeft gemaakt en dat ik veel meer geloof ook in mijzelf of zo. Want je kunt de waarde dat je hebt, de waarde dat je hebt voor jezelf, kun je niet gaan zoeken in wat andere mensen van ja, klopt. Denken. En daar heb ik echt wel mee gestruggeld, tot op een bepaald moment dat ik zoiets had van oké, nee, ik moet mijn eigen tof vinden, ik moet mijn eigen nice vinden wat ik doe, ik moet dat zelf geloven en dan maakt dat allemaal niet meer uit wat andere mensen denken. Dus ik heb daar wel echt een olifant uit van gekregen en uiteindelijk is dat ook weer een blessing, snap je? Dat is wel goed dat je dat zegt. Daar heb ik oprecht, ik hou niet zo van slachtofferrol of zo, dat's, van dat's oh ja, en, oh, en, nee maat, dat is fucking nice en ja, dat is kut. Maar, dat is goed, want er is ook misschien iemand hier buiten die ook zoiets meemaakt. En het feit dat jij in je eigen, zoals je zegt, je gelooft ook meer in je eigen, je vindt je eigen ook meer tof. Dat is gewoon een nice jewel. Want... Ja, en dat was wel een zoektocht, snap je? Natuurlijk. Want dat is niet ik vond dat soms lag wie dat de label, hoe dat label wou dat Ian Thomas was, maar hoe dat ik eigenlijk echt was, dat lag... Zowel niet helemaal in één lijn of zo, snap je? Voor de buitenwereld ligt dat misschien wel zo, maar ik heb wel lang echt zo gestruggeld met van... Maar dat shit, wat niet, wil ik doen en hoe word ik eigenlijk neergezet of zo? Totdat ik dan oud genoeg was om gewoon te zeggen van kijk, I'm gonna get out that deal. Even management weg, zodat ik even gewoon zelf kan beslissen. Wat wil ik doen? Waar ga ik naartoe? Wat vind ik nice om te dragen zonder dat er 5 mensen rond u staan en allemaal een mening hebben over wat goed is voor u en wat jij moet doen. Snap je? Dat was mega vermoeiend na een tijd. Maar ook weer, ik wil het niet meer negatief trekken, want het is een enorme leerschool geweest. Het is een fantastische kans. Ik heb superveel kunnen leren van de business. Dat heeft me ook een plekje gegeven, snap je? Waar ik waarschijnlijk helemaal zelf niet had geraakt, snap je? Dus dat zijn ook wel gewoon dingen dat ik meereken van positieve dingen, maar ook wel sowieso ups en downs, de dualiteit. Mm-hmm. Two sides to the story. Maar dat is ook normaal. Allee, je bent ook op als een young guy in die wereld gestart. Ja, 13. En dat is ook... Jij handelt... you don't handle the business. Ja, inderdaad. Je hangt echt af van andere mensen. En je moet ook weten, jij kunt misschien... Ik weet niet wie... je moeder als management? Ik weet niet. Dat was mijn stiefvader toen. Oké. Okay. Stiefvader. Mijn mama hielp wel hier en daar natuurlijk. Maar vooral mijn stiefvader deed toen management. En dan op een bepaald punt is dat dan tot mijn 15 of zo was dat mijn stiefpa. Dus 13, 15. En dan van mijn 15 tot mijn 19 was dat Peter. Okay. Dus dat is wel een verschillende figuur. Maar, ik weet niet de deels tussen wat er gebeurd is of zo. Maar uw stiefpa, wist hij van de business? Ja, maar, hij wist wel veel van de business. Oké. Okay. Hij zit zelf nog altijd in de business. Shout-out naar Bart van Familie. Ja, voilà. Chris van Tongelen, hè. Chris van Tongelen, inderdaad. Sorry. Bart van Familie. Ja, dat klopt. Al weet ik niet meer dat hij nog in Familie meedoet. Ja. Ondertussen is mijn mama ook gescheiden van hem al 4 jaar of zo. En hij had het moeilijk omdat mama vaak in Amerika was, heb ik gelezen. Ja, klopt. Voelt jij je een klein beetje schuldig als je zo dingen leest? Nee, dat is kort door de bocht, snapte. Ik weet hoe dat zo'n situatie echt in elkaar zit. Omdat ik naast de zijlijn sta. Dus nee, dat heb ik ook echt al lang geleerd om niet... Maar, ik vertel altijd maar de helft van het verhaal. Ja. Of minder, snapte wat ik bedoel? Ja. Ik heb dat toevallig gelezen van ja, de mama en dat zijn ook uit elkaar. Yes, klopt. En het feit dat mama... Maar dat is het. Mijn mama is meegekomen... omdat ik was nog geen 18. Dus het was... dat is even een kleine skip. Maar inderdaad, ik ben dan 16. Of eind 15
ging voor de eerste keer eigenlijk naar Amerika. En dan daar getekend met management en dit en dat. En die wouden dan op een bepaald punt. Eerst was het gewoon back and forth travelen. Maar dat werd niet meer doenbaar gewoon. Ook met school, met dit en dat. Dus toen kwam management daar van, ja kijk, hij moet naar hier komen. Zodat we kunnen werken, zodat we kunnen schakelen. Okay. En dan is de beslissing inderdaad gevallen dat mijn mama meekwam. Het was dat. Of bij management gaan wonen. Maar ik was nog geen 18 en mijn mama had zoiets van, kijk, ik creëer liever een nestje voor hem. Waar hij kan thuiskomen, dat hij niet... Alleen dat hij gewoon even normaal kan doen en even gewoon kan zijn wie dat hij is. Dat hij niet de hele tijd in die sferen moet leven. En dan inderdaad, ja, een van de side effects is dan denk ik wel dat je inderdaad zoveel tijd apart spendeert, dat dat inderdaad wel wat verbrokkelt. Maar jij zelf, hoe is je band met meneer Chris van Tijden? Mijn band is goed met hem. Ik heb heel veel respect voor die man, omdat hij uiteindelijk mij wel van mijn 3 jaar heeft opgevoed. Hij heeft superveel dingen, of het nu school was, of eten, een dak boven mijn hoofd. Die heeft voor mij gezorgd. Dus ik heb ook heel mooie reizen kunnen doen op jonge leeftijd. Dat ik denk van, wauw. Ik besef dat ook echt zo bij ouder worden. Van, wow, ik heb echt chance. Snap je? Voor hetzelfde geld word je ergens anders geboren en dat kiest je niet. Dus ik besef ook zeker met ouder worden wel van, ja, je kunt misschien, allee, niet alles nogmaals is... Nogmaals roze geur en maneschijn, maar uiteindelijk heb ik ook gewoon respect voor alles wat die man heeft gedaan voor mij, 100%. En dat blijft papa van mijn halfzus, van mijn zusje. Dus ik wil ook niet dat mijn zus zoiets heeft van, cool. He doesn't respect my dad. Ik respecteer haar vader en alles wat hij doorheen de jaren heeft betekend. Voordat we gaan, hoe je ontdekt bent en zo, wil ik eerst weten... Ik wist niet dat uw vader bij familie had gespeeld. Oh, ja. Mijn echte papa? Ja, ja, klopt. Maat, ik zit echt in een spinnenweb van... Ik ben een... Trouwens... En mijn mama trouwens ook. Dat wist ik niet. Nee, en wie speelde zijn familie? Mijn mama speelde Nel, een Nederlandse. Een vrouw van Jen, zeker? Die had een affaire met Bart. In de serie, had mijn mama een affaire met Chris. Dus met Bart had zijn affaire en ze hadden elkaar leren kennen in, als ik me niet vergis, want dat is ook echt lang geleden, dat is misschien 11 jaar of zo. Allee, voor ons, voor mensen zoals mij, is 11 jaar echt niet zo. Dus mijn mama is dan, was ook zo de slechterik. Ze had een affaire met Bart. En Bart was toen in de kelder opgesloten, ik weet echt... Wauw, dat wist ik niet. Bits en pieces komen nu terug. Maar het is wel grappig dat mijn papa dan ook heeft... Nee, dan hij was een verzorger of een dokter? Ja. Ik denk dat hij William noemde of zo. Ik weet het nog. En dan ik uiteindelijk ook in familie. Dat is wel dood. Terwijl ik vroeger altijd zei, ik kan dat nooit doen. Dat is dood. Ik weet niet hoe dat komt, maar ik had altijd zoiets van, nee, ik ga nooit in familie spelen. Dat is niks van mij. Nou. Maar dan kwamen ze wel met een leuke rol. Ik mocht de bad guy spelen. En I ended up dead. Dus ik vond heel die... Ik vond die storyline dat ze mij voorlegden van... Is dit niks interessant voor u? Vond ik wel cool. Stond je echt in vuur? Een stuntman. Ja, de foto, dat dacht ik van... Ja, die staat ja nee, dat is wel... Ik was echt onder de indruk eigenlijk van... oprecht, hoe een grote productie dat is... en hoe een grote machine familie eigenlijk is. Daar ben ik echt van verschoten. Natuurlijk. Want je ziet dat dan zo elke avond voorbij komen of zo op de tv. En dan... Dat passeert gewoon, maar als je daar echt staat op de set en je mag werken met die mensen, dat is echt een geoliede machine dat al 30 jaar of zo, denk ik, 30 jaar, ondertussen klopt. Aan het knallen is. Klopt. En dat is ongezien eigenlijk. Van, allez, start maar zo eens iets op. Hè. Dat is echt, ik heb ook keiveel respect voor hoe dat in elkaar steekt en hoe dat ze dat laten draaien, want dat is van de schema's tot de sets bouwen, tot al die cameramensen, licht, decor. Dat is echt, ik was daar echt van verschoten. Ik besefte zo van, wow, deze is echt wel big shit eigenlijk. Man. Familie of thuis? Ik heb persoonlijk... Ik kijk eigenlijk alle twee niet echt. Maar als ik moet kiezen, familie. Want ik heb ooit vroeger wel, maar dat was ook zo toen ik 11, 12 was, heb ik echt zo 2 seizoenen echt zwaar gevolgd. Maar dan afgehaakt, jammer genoeg.
Shout out naar familie. Dat is echt, familie. Ja, dat is echt een ook show. Ook shout out naar de thuiskijkers. Nee, it's all good. Dat heb ik niet gezegd. shout out naar familie, want ik ben een grote familie. Je kijkt familie? Ja, hard. Al jaren. Lekker, lekker. Jij zegt 30 jaar, ik kijk misschien al 20 jaar. Echt? Wow, joh. Mijn lievelingspersonage zit er niet meer in, maar dat was de meest gangste door in familie. Mm-hmm. Hij woont op linkerover, besef. Bert van den Bossen. Ik weet zelfs niet. Ja, jij was jong. Misschien wel, als ik hem zie. Dat is de neef van uw vader. Alleen van uw stiefvader of familie. Van mijn ex-stiefvader. Ja, van mijn ex-stiefvader. Dat is zijn without neef. Making it too complicated. Nee, inderdaad. Maar ja, familie is een van mijn... Alleen de shows dat ik naar kijk, zeker. Ik kijk niet echt zo naar Franse series. Alleen familie en FC De Kampioen, als ik me niet vergis. FC De Kampioen is ook zoiets. Ik heb daar nooit gekeken. Ik ben totaal niet mee met de hype. Nee, ik snap het niet. Maar... Ik had dat in België kom. Wanneer komen we eens iets mee? Iets nieuws. Ja, ik snap je wel, maar snap kijk... Dat, maar zonder dat ik wil afdoen aan natuurlijk. Wat ze hebben gedaan. Maar nee. Ik heb soms wel zoiets van, dat is zo typisch Vlaams om zo iets te blijven doen. Zo nee, niet stoppen gewoon, echt. Maar dat is een klassieker. Ja, inderdaad. Dus dat Prince, heeft ook zijn waarde waarschijnlijk. Fresh Prince wordt ook gewoon terug uitgezonden. Ja, dat is waar. Dat is waar. Snap je? Maar dus genoeg over de tv-series. Ja. Voordat jij ontdekt werd als de nieuwe Justin Bieber van Vlaanderen of van België zelfs, zong je al? Of? Ik zong zeker wel al. Alleen niet professioneel natuurlijk. Hè. Maar ik was wel zo iemand dat... Ik ben opgegroeid in theater. Mijn papa speelde ook in theater. Mijn mama speelde in theater. Zo heb ik die elkaar ook leren kennen. Die speelde Cats, de musical, in Amsterdam. Mijn mama komt ook uit Amsterdam. Mm-hmm. En daar hebben die elkaar leren kennen. Dus ik kom wel echt uit zo'n gezin dat bezig is met entertainen, musical, muziek. Ik had een kribbeke in de kleedkamer van mijn mama. Ik zat in mijn mama haar buik toen dat ik weet niet meer welke show het was. Misschien zo'n skets. Maar ik ben daarin opgegroeid, dus ik zong wel altijd. Ik was enorm geobsedeerd als klein manneke door Queen. Als ik 6 jaar was, kon ik Queen. Echt... Queen. I won't survive. Is that this? Nee, Queen is Bohemian Rhapsody. Oh. Of zo... Dat is toch old school, toch? Dust. Ja, dat ken ik wel. Maar die heeft nog een ander liedje. Ik ken superveel van die liedjes. All we hear is Radio Gaga. Ja, maar die eerste ken ik zeker. En Bohemian Rhapsody kent je ook sowieso als je dat hoort. 100%. Oké, ik ga je straks checken. Freddie Mercury is de lead singer. Maar maakt niet uit. Een band uit Engeland. Dat is een band uit Engeland? Ja. Nou, dat ken ik zeker niet. En ik was daar dus mega geobsedeerd door. Mm-hmm. Mijn mama kon die video of dvd opzetten en ik zat echt als klein mannetje gewoon aan de tv te kijken van wow. Arena show. En ik was echt zo als klein kind gewoon, ik kon 2 uur gewoon daarvoor zetten en ik was echt hypnotized. Dus ik heb dan ook wel zo wat musical kampen en zo gedaan toen ik 10, 11, 12 was. En dan eigenlijk daardoor ben ik dan ook terechtgekomen bij Universal en heel dat Justin Bieber gegeven. Is daardoor eigenlijk begonnen, omdat op zo'n musical camp ben ik gescout door iemand van een label. Die zei, jonge gast, jij zingt, is dit niks voor u? Kom eens langs, kom eens wat demo's inzingen in de studio. En zo is voor mij de bal aan het rollen gegaan. Wanneer je zegt, kom eens zingen, dus ze hebben eigenlijk al een tekst voor u geschreven dat jij moet inzingen? Of? Nee, dus dat was echt gewoon, toen was er nog niet een concreet plan van we gaan een Justin Bieber cover doen of dit of dat. Maar ik denk dat de mensen altijd op zoek zijn naar nieuw talent of dit of dat. En dan toen was het, ik weet het, toen heel specifiek hè, was het zelfs dat ik auditie was gaan doen. Voor een groepje dat ze hebben proberen te lanceren toen. En dat noemde ABBA Teens. Pure waanzin. Ja, echt waanzin. ABBA Teens. Ja, ABBA Teens. En ik ben daar dus auditie voor gaan doen toen. En dan moest ik zo'n ABBA-nummer inzingen in een nieuw jong jasje. Ik denk zelfs Nederlandstalig. Maar dat is ook, denk ik, echt zwaar geflopt. Zo. Ik zie dat hier. Maar dus de chance is, ik heb die auditie gedaan en... Ik was niet geselecteerd, omdat de andere kandidaten voor het groepje waren zo 15 en ik was toen 12. Wow. Dus ik viel zo net uit de boot. Maar, ik zeg het, een paar maanden daarna kreeg ik wel telefoon van hey, we hebben uw auditie nog eens beluisterd, dat was echt een goede ding. Is dit niet misschien iets voor u?
En dan zo is het echt concreet gaan beginnen worden. En, maar ik besef dan ook helemaal niet aan waar ik begon. Zo. Bro, dat's... Dat was gewoon echt op de trein springen. En opeens gebeurt dat allemaal. En dat is bij mij echt zo gegaan. Hè. Ik hoor het. Want zo, sommige mensen gaan zo. Maar bij mij was dat echt van de ene op de andere dag, om het zo te zeggen. Was dat echt gewoon complete 180. Andere kant, boom, omhoog. Dus dat was wel crazy shit, man. Zo altijd in Engels? Nee, eerste album is in Nederland. Met wel zo wat Engels erin verwerkt. Dus zo een combo kende. Want ik heb je nooit... Allee, ik heb je nooit gekend. Ja, ja, maar ik weet dat, want ja. Toen dat we elkaar ontmoeten een aantal jaren... Ja. Weet ik ook dat jij zo niet echt op de hoogte was. Nee, ja. Maar dat moet ook. You know what I was at? Ik was in jail, Ian. Inderdaad. Ik was daar in jail, dus ik wist niet wat ik was. Ja, je was niet met Ian Thomas bezig. Nou, maar uiteindelijk, je bent thuisgekomen, I told you, en je hebt een liedje gezongen. I remember dat we moesten featuring Young B zijn. En ik zei, yo bro, this shit is fire. Maar ik had al mijn mic en mijn mic is kapot gegaan. En maar ja, want ik heb dat ook niet meer, denk ik. Nee. Ik zou dat echt leuk vinden om nog eens te checken, man. Bro. Wat we toen hebben gemaakt. Dat was echt voor mij. Dat was ook snel. En nogmaals, dat was in een klein krotje van een appartement dat ik had. Nishan, dat was wel goed. Maar oké, zoals je zegt, alles is snel gegaan. Maar wel cool. Ik vind dat wel cool dat die connectie er is. Altijd. Oprecht, hè. Dat we daar waren, dat is graag. En je bent ook gewoon gekomen. It wasn't a fancy place en jij voelde je gewoon thuis. Ik ben echt iemand die voor mij... Yeah. As long as the people are good, facts. Dan maakt mij echt niet uit waar ik zit, snap je? Maar besef, 6 jaar later zitten wij hier. Ja, cool. I mean, talk some motherfucker. Charlie Riverside studio trouwens. Dat is ook niet meer die studio als in je appartement. Inderdaad. Dus je kunt ook hier komen opnemen. Ondertussen gaan we praten met politiekers. Met... Politiekers zijn mensen zoals mij, hè. Voetballers ook. Weet jij, voordat we verder gaan, veel mensen zeggen dat... Joh, je praat met politiekers. Ik zeg, ik heb misschien 60 interviews. Ja, nee, jij niet, hè? Maar van die 60 zijn er misschien 7 politiekers of zo. Nee, het gaat veel diverser. Ja. Maar het is een politieker is zo... Weet je waarom? Dat is zo'n samenleving. Dat is cool, snap je? Nee, maar dat is wat mensen ook niet beseffen. Politiekers komen hier en politiek is de samenleving. Ja, dat is de mensen. En onbewust houden wij er wel mee bezig. Dus dat wanneer een politieker komt, inderdaad, komt aan de aandacht. Heel triest van mij genomen. Oh, Tom van Grieken. En ja, allee, ik snap dat. Is Tom van Grieken ook geweest? Ik heb die allemaal laten komen. Amai, wow, dat wist ik maar, niet. Maar zeg je, uw reactie nu, is Tom van Grieken ook geweest? Ja, ja, ja. Maar zo is de... zo zijn ze ook. Terwijl dat niet zo moet zijn. Nee, tuurlijk. Dat moet niet zo zijn. Er zijn mensen, oké, die hebben allemaal hun standpunten. Oké, de ene heeft een standpunt die... Wow, uit deze wereld. Ja. Maar dat is zijn mening. Want jij moet hem niet... jij bent fout. Dat is zijn mening. Dat respecteer ik ook aan Uze. Ik vind dat nice. En dat is ook... Zo, I completely agree. Dat is de manier hoe dat moet zijn. Inderdaad. Je moet een open discussie kunnen hebben met mensen. En je moet ook kunnen politely disagree met elkaar. Maar je moet altijd gewoon... Ja, die polarisatie nu vandaag de dag ook, zeker met COVID en al die dingen dat er aan het gebeuren zijn, niet gevaccineerd, ook gevaccineerd, nu komt dat nog maar eens harder naar boven. Ja, hoe lang is er tegen? Dat mensen zo tegen elkaar zijn. Terwijl de enige manier om verder te gaan is inderdaad en mensen uit te nodigen en ze niet direct te judgen op ik de... Ga, ik ben ook niet zo volledig mee met die politiek. Ik doe soms... Ik stemmen, ook eigenlijk niet, hè. Ik zie gewoon soms zo de highlights voorbij komen. Wauw. Maar er is wel één ding dat Dries van Langenhoven heeft gepost. Maar hopelijk kwam dat uit zijn hart. En hij postte van... Samen kunnen wij alles... Kunnen wij verder gaan of zoiets. Ja. Ik vond dat geweldig. En hopelijk was dat ook zo echt. Oprecht, ja. Want hij zat ook hier. Ik vond dat ook van chille gast, alles. Ja, ja. Dus toen hij dat postte, vond ik dat wel goed. En ook... Nogmaals, ik weet niet exact wat er allemaal gaande is in Brussel, maar dat hij daar stond, vond ik ook goed van. Oké, we zijn tegen de vaccin. Ik zeg niet dat ik tegen de vaccin ben, maar samen. Ik was ook aanwezig. Ja? Hebben jullie gezien op de sociale media? In dat protest, ik was daar ook. Ze waren bezig, maar Dries van Langenhoven stond daar zo bij zo'n ding. Dus. Ik was gewoon rustig met mijn papa daar aan het wandelen. Om, gewoon voor vrije keuze, voor... Je laat de mens kiezen. Ah, wel, ja, voilà. Ik ben absoluut ook niet voor het een of het ander. Ik ben gewoon voor accepteren elkaars opinies en de differences. Want
dat blijven kibbelen en vechten en zo, dat gaat alleen maar eindigen in slechte dingen. Maar. Ik wil wel één ding zeggen over de vaccin. Weet je wat moeilijk is aan die vaccin? Voor de mensen die bijvoorbeeld de taal niet... met taal bedoel ik niet Nederlands, hè, maar de taal dat de mensen opnieuw spreken bijvoorbeeld, over die vaccinatie. Bla. Zij zien bijvoorbeeld, oké, iemand heeft een vaccin genomen, maar hij heeft dat terug opnieuw gekregen. Is dat wel het juiste ding? 100%. En, voilà, die zijn niet mee met volledig. Ik snap daar keiveel vragen zijn. Dus, en ik vind dat ook terecht. Het zijn interessante filosofische tijden. Het zijn echt interessante tijden, hè, om na te denken over vrijheid. Wat is vrijheid? Waar stopt uw vrijheid? Dat zijn nu allemaal onderwerpen die zwaar naar boven komen. En, het zijn spannende tijden. Hè? Aangezien we over vrijheid praten... Voelde jij je vrij toen je bij de label getekend was? In het begin was ik, besefte ik dat niet. Dus dat is gewoon, dat is een ongelofelijke kans. Snap je, als je op die leeftijd met zo'n fantastisch team aan iets kunt bouwen, dat heeft enorme waarde. Maar zoals ik daarnet al een beetje aanhaalde, op een bepaald punt begon dat wel zo wat te splitten. Zo van, ik ben Ian Thomas, maar Ian Thomas, dat label, was aan het creëren. Dat begon zo wat van elkaar weg te gaan. En om een voorbeeld te geven, toen dat ik met Universal aan tafel zat, helemaal in het begin, was ik echt 13 jaar, en Baby was net gereleased. En dan vroegen ze van, het was een goede single, het was een goede release, goede media-aandacht, positief. Ze waren van, oké, we moeten een album doen, snap je? Dat was direct een reactie van, oké, dit is niet iets dat we nu mee moeten stoppen. Deze moeten we nu gewoon doorknallen en go all the way. En toen liet ik in die meeting eigenlijk van, hoe wilt jij dat album klinkt? Want dat vroegen ze wel. Liet ik Blues Light Park horen van Mac Miller. Wat ik toen mega hard was aan het luisteren en ik was daar echt zwaar geobsedeerd door. En ik zei dan, wow, als ik een album ga doen, ik wil dat zo doen. En dan weet ik wel dat het label toen echt zei van, dat gaan we niet doen. Snap je? Van, we gaan ietsje meer in deze richting. Snap je? Welke richting was dat? Maar ze vroegen het wel, snap je? Maar dus... Welke richting was dat? Ja, meer gewoon die pop, Nederlandstalig, Vlaamse mainstream. Maar wat ook helemaal niet fout is of zo. En ik heb me daar ook wel keihard mee geamuseerd. Maar gewoon op een bepaald punt had ik zoiets van, maar eigenlijk wil ik dat niet. En dat begon zo met de leeftijd begon dat gewoon harder en harder te wringen. Hè. Van die lijnen die begonnen echt zo ver uit elkaar te gaan. Ik weet nog dat ik 15, 16 was. Ik rookte voor het eerst een joint of zo. En ik was echt zo van, wow, yo. Ik moet doen alsof ik zo'n brave jongen ben. En ik kom op Kidnet. Baby, en, baby, en ik moet, baby. En ik moet zo voldoen aan die... I thought you was my human. Ja, man, dat is op een bepaald punt was dat gewoon moeilijk. That's crazy. That's... Soms kan ik ook blijven lullen. Ik ben echt zo iemand, als ik begin te praten, bro, dan kan ik echt gewoon doorgaan. Dus... Bro, dat's... Soms moet je mij even terughalen. Nee, dat's normaal. Jij vertelt wat er allemaal gaande was. Maar waarom... Allee, trouwens, zou jij dat liedje nog optreden vandaag? Ik heb het een aantal maanden terug heb ik het nog eens één keer gedaan. En dat was echt jaren geleden bij Gert en James in hun late night show. Maar dat was ook op... Dat is ook zo coming to peace with everything, snap je? Want ik had heel lang zo dat van, ik wil niet vergeleken worden met dat. Ik wil niet dat dat mijn identiteit is, snap je? Ik verzette mij daar op een bepaald punt zo kaart tegen. Terwijl nu, nogmaals, ben ik ook zo van... Ah nee, I'm really at peace. En ik ben zwaar geblest dat klopt. Ik deze allemaal heb mogen doen. Klopt. At a certain point, I would want to run away from it. Snap je? Wou ik dat niet ownen. Terwijl nu ben ik zo echt op een punt van dat ik dat gewoon kan ownen. Van, ja man, ik heb dat allemaal gedaan en I'm really proud of it. Snap je? Mm-hmm. Terwijl als je mij bijvoorbeeld 3-4 jaar geleden had ontmoet, was ik waarschijnlijk echt zo, fuck die shit. Dus ja, I'm at a good place right now. About everything. En nu independent. Yes. Dus alles wat jij doet, komt via u. Ja, op mezelf. Jij neemt zelf contacten op met mensen. Op een bepaald punt inderdaad. Ongeveer 3 jaar geleden had ik zoiets van, kijk,
ik was terug in België dan. En ik was gaan samenzitten met een platenfirma. En die wou mij ja, helemaal een andere richting meer insturen. Weer poprichting? Ja, ik zou het misschien willen vergelijken met zo een iets jongere versie, iets hippere versie van zo'n Niels de Stadsbader muziek. En ik had echt zoiets van, wow, deze is echt nu wie dat ik ben. Snap je? Die waren mij heel... Want ik had ondertussen al zo Cheers met Taiga in Amerika gedaan en al die dingen. Dus ik was aan het bouwen naar die hip-hop dingen. En dat was, ik was echt zo'n rustige transitie aan het maken. En dan kwam ik hier en die waren zo van, kijk, wij vinden dat je dat moet loslaten. En dat je gewoon terug zo'n dingen moet gaan doen. Dat ga je hier werken, snap je? En ik was echt, toen had ik echt gewoon de beslissing van, oké, dan is denk ik best gewoon dat ik op mijn eigen gewoon verder ga. En dat ik gewoon zelf een keer ga exploren van wat ik wil doen. En wat ik graag maak. En dan heb ik dat ook gedaan. Ben ik uit mijn contract gegaan, ben ik uit mijn contract gekocht. Gesplit met management, heel bewust gewoon. Maar kijk, ik moet even mijn shit regelen. Ik moet even te weten komen wie ik ben, want ik was echt, mijn kompas was echt all over the place. Dus ik had echt geen directie meer. En die laatste 3 jaar hebben mij enorm goed gedaan. Maar echt, ik ben in de studio beginnen duiken. Gewoon niet omdat dat moest of zo, want vaak daarvoor was het echt zo, ja. Ik moest naar de studio gaan om die song op te nemen dat al geschreven was, deels. Of dat was echt zo die vibes. En ik ging weg en dat was van, oké, met wie ga ik in de studio? Met mensen dat ik wil, met mensen dat bezig zijn met de shit dat ik wil doen. En dan ben ik ook met fantastische mensen in contact gekomen, zoals Tricky Beats. Echt al, denk meer dan 3,5 jaar geleden of zo, dat ik echt bij die guy kwam toen hij nog in Gent woonde. Kwam ik boven bij hem en dat was gewoon zo van, ah ja, nu gaan we eens gewoon maken om iets te maken. Niet van, dat moet op de radio komen, dat is voor dat. Of, ah ja, nee, dat is niet goed genoeg voor, nogmaals, radio of zo. Echt gewoon zitten, praten, viben, house life. En dan create music. En dan ben ik fantastische mensen tegengekomen eigenlijk. En heb ik echt kunnen ontdekken van wat ik wil doen. Wat trouwens ook echt een proces is geweest. Want om te gaan van wat ik vroeger maakte, naar wat ik vandaag de dag maak. Als je dat op één dag zou doen, dan klopt dat niet. Hè? Dus dat is echt zo'n proces geweest van, ah ja, je maakt iets en opeens zie je dat evolueren naar hetgene dat je zo je goed bij voelt en waar je echt zo trots op bent en zo van, oh shit, dat is mijn shit, snap je? Dus daar ben ik nu wel echt zo terechtgekomen en ik vind het heel fijn om te weten dat ik op mijn eigen nu bouw. En dat ik niet op investeerders, platenfirma's, managers... ondanks het feit dat het fantastisch is geweest, hè, maar dat ik gewoon weet van, kijk, nu ben ik iets aan het bouwen en it might take a little longer, maar it's gonna be worth it, because dan bouw je op jezelf en daar ligt voor mij echt enorme waarde in. Want ik heb nog wel, sorry, het blijft doorgaan, maar ik heb nog wel zo wat aanbiedingen gehad om terug mij onder iemand te zetten, een management, een label, of dit of dat, en elke keer had ik zoiets van... Nee, maar elke keer heb ik wel zoiets van... Nee, man. Nee, liever niet. Right now, I don't feel like I need it. Hoe is de receptie dan? Allee, hoe ontvangen de mensen de nieuwe heer Thomas? Sowieso goed. Ja. Al moet ik wel nog, merk ik, werken aan consequenter zijn. Dus als in... Ik heb zoveel muziek gemaakt in de laatste 3 jaar. Maar echt waanzinnig veel. Ik zal ze biedt ook wat dingen laten horen. I'm curious naar de feedback. Maar ik merk, wat interessant is, ik heb nooit een baas. Allee, ergens wel vroeger het label of zo. Maar eigenlijk ben ik mijn eigen baas. En ik leef op mijn eigen ritme. Ik hang niet af van de... Ah ja, ik moet morgen om 8 uur 's ochtends daar staan en dit en dat. Dus als het iets wat later wordt, ja, dan kan ik later opstaan. En dat is super nice. Dat creëert enorme freedom. Maar tegelijkertijd creëert dat ook, merk ik... dat je zo, ja, je moet er zelf echt achter zitten, snap je? Want nobody's gonna do it for you. En dat is ook iets in de laatste 3 jaar. Een ongelooflijk proces geweest van transformatie, waarin dat ik ja, controle neem over... Want ik kan wakker worden en gewoon zeggen... Ik rol een jointje. En ik zet mij in mijn studiotje. En ik zet mijn gamer dingen en mijn PlayStation aan. En ik speel de hele dag Warzone. Want
I don't need to go to my job. Snap je? En dat is fucking nice, maar dat is ook ergens zo een trap. Want je kunt echt snel je time wasten, want er zit niemand achter je van... Hé, hey, jij moet opstaan, hè, maat. Het is 8 uur, broer. Het is tijd om te grinden. En dat ben ik ook zo gewoon nu echt aan het leren. Van, god damn, ik moet er echt achter zitten, want het komt niet vanzelf. Dus dat is wel nice. En ik heb echt een nieuwe drive gevonden. Een nieuwe fire in mijn eigen. Echt van, wow, ik ga het echt flippen, man. Want tijdens corona ben ik even zo... Want het is nu al 2 jaar corona. Dus like, what? Maar het eerste jaar heb ik echt wel even zo alles laten... hangen of zo. Echt gewoon dat ik wakker werd. Dacht, ja, er gebeurt toch niks. I'm a roll up. I'm a smoke, a joint. Ik zet mijn Call of Duty op. Ik ben de hele dag echt waanzin. Zoveel tijd verspild eigenlijk tijdens dat eerste jaar corona. Dat ik gewoon dacht, ja, maakt niet uit. Snap je, alles staat stil. Zwaar bijgekomen toen ook. Ik heb het gezien. Maar nu heb ik dus wel echt terug die fire, man. Ik ben 7 maanden of zo gestopt met jointjes roken nu. Op de kop vandaag. En ik ben 3 maanden of zo gestopt met alcohol drinken. En ik ben echt helemaal geflipt in mijn mindset. Zo van, okay, je bent geen vegan no more. I'm not a vegan anymore. Maar dat heeft niet per se, daardoor ben ik niet per se bijgekomen. Ik ben echt gewoon bijgekomen omdat... Ja, I let it hang, snap je? Was er een bepaalde... Er was geen druk mee, dus... Ja, ik moest niet buiten komen. Ik weet niet, ik heb dat nog nooit meegemaakt. Oprecht, ik ben echt wel zwaar bijgekomen. Ik weeg normaal 80 kilo. En op een bepaald punt... Echt funny shit, man. Ik word wakker. En dat was echt zo... It hit me like a brick, man. Je kijkt elke dag naar jezelf in de spiegel. Dus zo veranderingen gebeuren echt zo geleidelijk aan. Dat is nu van de een op de andere dag dat er 20 kilo bij je snapte. Maar dus echt op een dag had ik echt zoiets van... Ik keek in de spiegel, ik zeg, dude, ik ben volgens mij zwaar bijgekomen. En ik heb ook geen weegschaal thuis of zo. Dus ik bol.com even checken. Weegschaal. Ik bestel die shit. Ik denk zo, ja, ik word altijd 80, 82 kilo. Opeens, ik ga op die weegschaal staan. Ik zie 103,9. Bro, dat is bijna 24 kilo erbij, hè. Dat is insanity, hè. Ik ging daar opstaan. Ik zeg, dude, you gotta... Amai, het is genoeg geweest, snap je? En dan wel echt zwaar besef gekomen van, oké... Okay, wat heb je dan gedaan? Gefitnessd of... Ik ben nog altijd bezig. Ik ben nu... ik word heel goed begeleid nu. Door... Wacht, wacht, hoezo jij wordt begeleid? Om te fitnessen? Ja, ik word begeleid. Ja, maar je zegt... Heb ik dat niet zo ching-ching? Ik krijg... Ik ben heel goed bevriend met iemand, die noemt Alain Indria. En die ken ik al heel mijn leven. En die heeft voedingsproducten, gezondheidsproducten. Zijn bedrijf heet Skinny Love. Okay. En die hadden vroeger de Lombardia in Antwerpen. Een fantastisch lekker bio-restaurantje. Vegan hadden die. Die waren in 1972 opgericht, denk ik. En die waren toen al into de vegan, de bio. Alain is een mega coole dude, surfer. In Hawaii gewoond. Echt een fucking grave gast. En mijn pa kende die, dus ik kwam daar altijd van kleins af aan. En hij eigenlijk is mij nu zo aan het begeleiden. Dus het is niet van dat zo onpersoonlijk is of zo. En dat ik gewoon iemand bel van, hey, ik wil een schip. Dat is echt iemand dat iemand ik al ken van dat ik een kindje ben. Okay. En hij is mij nu aan het begeleiden. Ik ben zijn voeding aan het eten. En het gaat er echt wel snel af, moet ik zeggen. Maar het is wel strikt. Hè. Ik ben me echt aan het houden aan... Aan het regime. Ik zie het. Aan het drinken. Skinny Love. Wat is dat? Skinny? Skinny? Oh ja, Skinny Love. Skinny Love. Dat is, ja, shout out. Het is helemaal biologisch. Oké. Okay. Send me some. Ik zal het meebrengen, 100%. Ja. Oké, okay. Cool. Het is heel kruidig. Oké. Okay. Helpt die echt aan. Ik ben benieuwd. Inderdaad. Ja, trouwens, jij zei het zelf. Je hebt mee... Tiger gewerkt en zo. Voor mij Tiger is cool en wel. Hè. Maar je hebt ook met Snoep gewerkt. Ja, klopt. Dat was wel minder persoonlijk dan met Tiger. Okay. Tiger was echt, jij bent daar met hem en... Niet zo, maar ik ben wel 2 keer uitgenodigd geweest bij hem backstage, bij zijn shows. In Santa Ana toen was dat een show van 5000 mensen of zo. Ik was echt gewoon chilling in de backstage room met hem, kennis kunnen maken met hem. Heel de show gewoon van aan de zijkant van het podium gezien.
Kylie Jenner was daar. Al, toen was hij nog met Kylie aan het daten. En dan ook een keer, hij had een show. Ja, gewoon wel een paar keer gekraast, snap je? En echt wel mee kunnen babbelen. En ook, persoonlijk al zien dat hij ook echt moeite heeft gedaan voor de verse die hij heeft afgeleverd. Want vaak denken mensen, dat dat zijn zo rappers, dus die cashen hem gewoon, die nemen iets op. En daarna is hij gewoon van, we don't care, snap je wat ermee gebeurt? Maar hij heeft echt zo twee of drie keer zijn verse aangepast aan bepaalde waarden en normen toen. Van een management wou. Van, ja, we moeten het misschien iets cleaner doen, of dit of dat. En hij heeft dat ook gewoon gedaan. En, met een goede budget. Dat is fucked up. Ja. Dus hij vraagt dan ook zo van, oké, ik doe dat wel, maar ik wil zoveel. Ja, sowieso. Dat is business, hè. Dat is waar, klopt. En Snoop? Snoop is gegaan door... dat is eigenlijk de reden dat ik in Amerika ben terechtgekomen. Okay. Dus mijn manager, toen in de tijd, die was heel goed met het aanbrengen van nummers naar de radio's. Dus die gaat songs pitchen bij radio's. En die probeert die song op de radio te krijgen. En hij kreeg toen een aanvraag binnen voor een song te promoten in de Benelux. Waar Snoop Dogg op zong. Die song in The Walking on Air. Mm-hmm. En dat was eigenlijk de release van Lance Bass. En dat was een member van NSYNC in de tijd. En die wou een nieuwe single droppen. Kent je NSYNC? Met Justin Timberlake? Ik denk dat ik voordat jij geboren Jan, huh? Oh, maar dus, dat was een van de guys van NSYNC. Bye. En die kwam dus met een song met Snoop Dogg. Ja. Oké, okay, gekke combo. Beginnen met... Is dat... Nee. Ik zal ze bieden of wat dan. Dat is gewoon te laten zien dat ik dat wel ken. Okay. En Peter kreeg dus de vraag van, ja, kun jij die song... naar Peter Mills trouwens. Kun jij die song gaan promoten bij de radio's in de Benelux? En toen had Peter het idee van, kijk, niemand zit per se te wachten hier in Vlaanderen op een Lance Bass song met Snoop Dogg, snap je? Maar hij zei, misschien is het wel interessant als ik erop kom. Dan kan het misschien wel iets doen hier. En dan heeft hij dat voorstel eigenlijk gestuurd naar die Amerikanen. En toen waren ze van, sure, snap je? Laat hem maar iets opnemen en stuur het maar door en dan zullen we zien, snap je? Maar op zich dat idee wel slim. Natuurlijk. Van, grab a local artist. En dat was, want hij had dat ook zo gepitcht van, kijk, je kunt dat doen in Frankrijk zo. Pak een lokale Franse artiest die daar gaande is en dan gaat de radio sowieso erop springen. Dus ja, ik schrijf mijn verse samen met Enes, een heel goede vriend van mij. En we schrijven die met twee en we sturen die op. En dat meen ik wel echt, toen is alles in een stroomversnelling gegaan. Dus dat is wel echt de catalyst geweest. Toen, ik zeg nu maar iets, een week later nadat ik die verse had gestuurd, kregen wij e-mail van: how old is this kid? Did he write this himself? We love it so much, we maybe want to put him on the US release. Snap je? Het is een refreshing verse, het is nice. We willen hem wel ontmoeten. En dan hebben die mij letterlijk uitgevlogen. Ik zeg het, een week, twee weken nadat ik die verse heb opgestuurd, ben ik naar daar gevlogen. En moest ik dus effectief met Lance Bass in the room. Snoop was er niet, jammer genoeg. Maar wel echt in zo'n studio van, ik ben even zijn naam vergeten, maar ook zo'n fantastische producer, dat vooral dan zo in de jaren 80, 90 mega veel hits heeft gemaakt. Echt in een ziek huis. Ik was aan het bibberen, niet normaal. Ik was aan het blokkeren, je moet je dat voorstellen, snap je? Ik ben zo 15, eind 15, bijna 16 en daar je staat opeens met zo iemand van NSYNC en al die dingen. Je bent opeens in Amerika. Je staat daar, je moet die exacte verse daar inzingen, want hij wouden dat door hun guys laten mixen en dit en dat. Ik echt aan het bibberen. En dan eigenlijk door die song ben ik daar terechtgekomen en is mijn naam daar beginnen vallen in bepaalde kringen. En was dat van, kan hij nog een week langer blijven? Want misschien is dit wel interessant. En we gaan hem toch op de Amerikaanse release zetten. Snap je? En kan hij nog eens terugkomen voor een video op te nemen en dit en dat. En zo is dat daar wel echt aan het rollen gegaan. En ik moet ook nog snel toevoegen dat ik Snoop wel heb ontmoet. Maar niet door die song. Ik heb Snoop ontmoet bij de American Music Awards, denk ik. Of bij... Nee. Wow.
sorry. Ik heb hem ontmoet bij een van de shows waar ik was uitgenodigd van Tyga. En dat was, hij had toen een tour met Chris Brown. Want die hebben toch een joint album together. Oh, you asked me that? Ja, maar ik ben even aan het denken hoe dat die album noemt. Wacht, even kijken. I mean, man, CB, maar niet Chris Brown. Charlie by the Banga, meneer. Laatst dat Chris Brown? Als hij op een verse is met Lil Wayne of zo. Okay, maar niet zelf Chris. Jawel, de oude Chris Brown wel, kan niet liegen. Ja, deze album, snap jij? Ik was even vergeten. Oké, maar niet te lang. Nee, maar... Stop. Fan of a fan album. Dat mag niet. Sorry. Ah ja, sorry. Ja. Nee, maar dat moet er eigenlijk kan er perfect zijn. Nee, maar dank u. Het is een fan of a fan album hadden die dan. En die hadden een show, die hadden een tour samen. En daar, in L.A., was waanzin. Want toen is Snoop een song komen doen. Toen is Pusha T was daar. Daar waren echt... Alle mensen waar ik zo naar opkeek, waren daar op die avond aanwezig. En toen heb ik Snoop ook ontmoet. Kijk je ook Soulja op? Boy was daar. Allee, echt, kijk je ook op naar Pusha T? Ja, ik luisterde wel al. Man, allee, ik luisterde... Dat is wel dope. Ik luisterde wel graag naar Pusha T. Dat is wel dope. Trouwens, vandaag de dag, maak je muziek voor streams of doe je het gewoon omdat dat... Allee. Nee, ik maak echt muziek omdat dat mijn passie is. Dat is leuk, hè, sowieso, als dat goed ontvangen wordt. Maar dat is niet iets dat je van wakker ligt of wel? Nee, niet per se. Ik wil wel groeien nog natuurlijk. En zeker in wat ik nu maak, snap je? Dat is iets helemaal anders. Maar ik doe het oprecht omdat ik hou van muziek. En als ik er geen geld mee zou verdienen, zou ik nog altijd in de studio zitten met mijn boys en gewoon viben, snap je? Dat is echt mijn passie en ik doe oprecht niks liever. Dus man. I can sit in a studio all day, every day, maakt niet uit. Ik voel me daar at home en ik hou gewoon zoveel van het creatieve proces. En ik maak ook beats en zo nu. Broer, ik maak fire beats. Oké, ben eens benieuwd. Echt waar. Ik heb hem al 6 jaar niet gezien. En ik heb echt mijn tuin of studio gebouwd ook zelf. Ik ben echt beginnen. Ik heb 1-op-1 van Chicky FL Studio. Hij heeft me echt gepakt. Dat is nice, wel snapte. Dat is wel dom. Ik ben echt zo naast hem gaan zitten en zo van, oké, bro, komende uren gaan we gewoon even showen, snapte. En dan deed hij iets voor, verwijderde hij dat en dan deed ik dat opnieuw, snapte. Nee, ja. En zo van, ah ja, en zo geleerd en dan boom, beginnen rollen. En nu maak ik wel wekelijks, soms is dat elke dag, en dan soms wekelijks, maar ik ben er wel altijd mee bezig ook. Wil je DJ worden? Nee. Ah, want ik ging aan Hamza vragen om je te helpen. Nee, Hamza. Amizo, nee. Shout-out Amizo. Shout-out Leo. Hamza. Door hem heb ik wel ontmoet. Ja, nee. Hamza en Jan? Nee, niet Hamza. Jan? Jan is mijn neef. Ah, Jan. Ja. Dus Jan waarschijnlijk. Niet Hamza. Ik ken Hamza ook niet. Ah ja, oké. Nee, ze zijn bij mij thuis. Opeens wij zijn bij je thuis. Nee, maar Jan is mijn neef. En daardoor de link. Maar Gael sprak ook over u. Gael. Ik heb Gael toevallig nog gezien. 2 weken terug of zo gezien. Ja. Zijn kindje. Ja, kindje, dochter. Fucking cute. Ja, maat, ik en Gael, weet je hoe grappig dat is? Ik ging echt met Jan en Gael in de club toen ik zo 18 was. Hè. En dan deden die alsof die mijn bodyguards waren. Fucking grappig. Als mensen zo graaf kwamen doen, dan kwamen die echt zo naast me staan. Zo. Shout-out naar jullie. Shout-out naar de boys. Echt goede tijden. Zwaar gelachen. Ja, dat is zot. Echt wel love. Nee, dat zijn mijn neven, dus dat moet je wel weten. Nee, maar 2022 komt eraan. Klopt. Wat kunnen we nog verwachten van Ian Thomas? Ik ga eindelijk een album droppen terug. Terug. Ik ben nu nog aan het zien of ik het wil verdelen in zo 3 verschillende pieces, snap je? Van een soort 3-luik, omdat ik zoveel tracks heb. Of ik drop gewoon 1 big one, maar ik denk dat ik ga gaan waarschijnlijk voor zo 3 separate pieces dat 1 geheel vormen. Dus ik ga sowieso wel echt komen met veel muziek. Ik ben ook nog altijd wel wat bezig met televisie. Ja, dat zie ik. Allee, sowieso, ik heb ook... Allee, uw cv qua televisie is ook gewoon... Maar sinds jongs af aan, hè? Ja, 8 jaar of zo. Spoed. Ik echt heel klein was inderdaad. Snap je, dus dat is... Allee, dat dus ik doe ook nog wel tv. Hier en daar, ook leuk. Heb jij zo'n geheim voor ons van, oké, ik ga daar spelen?
Misschien komen ze... Ja, we doen met familie, mensen komen terug. Het zijn non-disclosures, hè. Ja? Ik kan daar niks over zeggen. Dat is goed. Nee, maar wel iets leuks is dat ik nu... Ik heb rond kerst en nieuwjaar zijn er zo twee leuke afleveringen van Dancing with the Stars. Die gaan zo'n Christmas special doen en een nieuwjaar special. Mm-hmm. Dus daarvoor ga ik mijn dansschoenen nog eens aantrekken. Dat is wel kei leuk. En voor de rest is er ook nog iets in Nederland dat in maart op tv gaat komen. Oké, jij is working. Ja, we zijn sowieso wel bezig. Al wil ik wel oprecht het meer laten draaien om de muziek dan zo. Bro, get the bag from everywhere, man, bro. Ja, sowieso. We gaan gewoon volle gas in, snapte. TV betaalt misschien mee naar muziek. Nee, talk about. I mean. Maar natuurlijk ben ik 150, misschien 100 miljoen procent blij dat je bent gekomen. Ik ben super blij om er te zijn. Het is, allee, ik vind persoonlijk dat ik ben gegroeid van 6 jaar geleden. Sowieso. Het zou erg zijn als we een beetje vooruit gaan. Ja, en ik ben blij dat jij hier zit. En jij hebt mij ook zien groeien tussen haakjes. En ik wens je gewoon nog veel succes en zo. Dank je, bro. Ik ben natuurlijk gesponsord door Vitamin Well. Ian heeft niet gedronken, maar hij gaat dat wel meenemen. Heeft dat dus, maar ik vind het wel super lekker, hoor. Ja, deze drie flessen zijn voor u trouwens. Dank je wel. Ik heb ook een cadeautje gekregen voor u. Oh, dat is, la. Dat zijn, val hier in de prazen. Dat zijn mijn young boys van Linkeroever, Bonhom. Die hebben een kledinglijn en die zeiden, ja, ik geef die eentje aan Ian Thomas. Super nice. Ik draag heel graag pitches. Bonhom, je bent een goede gast. Moet je ze niet nog wel even voor mijn grote, dikke hoofd even nog aanpassen? Oké. Maar shout-out naar Bonhom, shout-out naar Vitamin Well, shout-out naar Riverside Studios. Shout-out Bonhom. Shout-out naar Ian Thomas om hier te komen. En shout-out Charlie. Natuurlijk, dat is de laatste shout-out altijd, Ian. Laat mij dat doen. Nee, ik ben echt blij dat je hier bent gekomen. Ik heb nog één vraag voor u en daarna geef ik mijn eigen shout-out. En mijn brother Cooper natuurlijk ook. 24 hours to live. Wat doet Ian? Tijd spenderen met mijn dierbaren. Sowieso. Okay. Gewoon de mensen die dicht bij mij staan. Genieten van het samen zijn. En lachen en praten over stomme zaken. En dan gewoon time to go. Maar sowieso gewoon spending time with the... Dierbaren. Dierbaren? Dierbaren. Dierbaren, ja. Hoe zeg je dat in het Engels, dierbaren? With the... Love. With the most important ones. Most important people that stand by me. Okay. Nee, zoals... Allee, ik ben blij. Talk some motherfucker Charlie. Naar de klassieker. Maar voordat ik weer ga, subscribe. Mijn kanaal is hashtag talk some motherfucker Charlie. Gang. Talk some motherfucker Charlie. What's poppin' with the population? It smell like money, so let's make some. Yeah, I know you see it. I know they see it. I know. Talks with Charlie, conversations with Charlie. Yeah, I know they see it. I know you see it. I know. Talks with Charlie, conversations with Charlie. Yeah, I know they see it. I know you see it. I know. Talks with Charlie, conversations with Charlie. They yelling, who that? Who that? I tell them we that.